Vince Gino Dekker, allereerst van harte welkom nog bij onze mooie blauwe club. Volgens mij noemen de meeste mensen jou gewoon Gino, hè? Ja, dank u wel ten eerste. En de meeste mensen noemen mij Gino, ja. Jij hebt vandaag gescoord, winnend ook. Twijfelde jij zelf nog of hij erin zat of niet? Ja, tuurlijk. Je weet het niet, dus afwachten tot de grensrechter geeft aan dat het een goal is. Dus ik was blij dat hij erin zat. Jij hebt nu twee wedstrijden baas gespeeld. De mensen hebben al kunnen genieten van jouw fijne spel, jouw goede voorzet. Hoe tevreden ben je zelf? Ik ben wel redelijk tevreden. Ik bedoel, ik ben in ieder geval belangrijk voor het team. Alleen, wat je zag, eerste helft had ik gewoon nog twee moeten maken. En tweede helft had ik nog een grote kans. En die moeten er wel in. Dat is wel cruciaal, want dan kom je op 2-0. En dan is toch wat, dan voetbal je toch wat makkelijker die wedstrijd uit. Maar dat zijn allemaal dingen die in de toekomst goed komen. Misschien net een beetje pech, maar ook een goede keeper van hun. Ja, zeker. Ja, ik mag er niks over zeggen. Wat verwacht jij van Spakenburg als je dit zo ziet? Ik denk dat wij uitstekend, in ieder geval wilskracht kunnen wij heel veel bereiken. Dat heb je ook gemerkt, ook tweede helft. We waren veel beter. We speelden ons eigenlijk bijna helemaal weg, tweede helft. Maar dan zie je toch dat we compact blijven staan, dat we toch werken, de beuk erin. En ik denk dat het wel onze kracht is. En op de counter met Kevin, ik, Roy, Marlon, die ook nog erin kunnen komen. Bitter natuurlijk, zijn snel. Dus ik denk dat op de counter heel veel mogelijkheden liggen. Nieuwe trainer, Erik Meijers, wat verwacht jij van hem? Ja, ik ken hem persoonlijk natuurlijk niet goed. Dus ik weet dat hij bij Achilles heeft gezeten. En verder, we zullen het zien. Dus, volgende week GVV, sta je weer in de basis? Weet ik niet, nieuwe trainer hè. Jij komt natuurlijk van Jong Ajax. Hoe voelt het om nou hier te voetballen? Nou, ik kom niet van Jong Ajax, ik ben ook nog naar Jong AZ geweest. Go Ahead Eagles. En het voelt fijn om hier te zijn. Ik denk dat het ook voor mij beter is, ook maatschappelijke carrière. Is denk ik beter ook voor mij in de toekomst. En ik heb het echt naar mijn zin. Ik ben hier warm opgehouden, dus blij dat ik deze keuze heb gemaakt. Beleef je dit dan ook van dag tot dag, week tot week? Of heb je nog toekomstplannen in het voetbal? Nee, ik heb het hier erg naar mijn zin. Ik bedoel, je sluit het nooit uit, maar ik heb het hier heel erg naar mijn zin. Wensen je nog veel plezier en veel succes bij onze mooie club. Ja, top. Dankjewel.